onder de 50. Hallo ladies, welkom bij mijn volgende online les. En dit keer gaat hij over de floor jade. Dat is eigenlijk een jade op de vloer eigenlijk. We hebben daarvoor nodig een halve of volledige split. Of iets wat daarop lijkt. En onze handen. Met onze nek een beetje op te warmen, dus cirkels. Als je achteruit gaat met je hoofd, zorg je wel dat je geen rimpel meer nek krijgt. Hè? Dus we doen 8 keer naar rechts. Hou je borst open. 2, 3. Je mag ook je lichaam wat beginnen meenemen. Borst omhoog. 6, 7. En 8, eerst andere kant, alleen het hoofd, borst open houden. 4, 3, 2, 1 en de laatste. Hoofd naar schouder, linker schouder, stel de hand erop. Hoef je niet te trekken, maar het gewicht is voldoende. En dan zorg je dat je hier al de ruimte hebt. Dus je laat je schouder zakken en de andere hand brengt je naar de grond. Hier kun je een beetje spelen door gewoon opzij te gaan. Ofwel schuin naar beneden. Benen ook heel goed laten hangen. En rustig omhoog. Oké. Dan de vingers aan de polsen, dus de vingers gaan we eerst open en dicht doen. We houden onze schouderbladen tegen elkaar. We gaan onze armen strekken. Sneller, 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 sneller. En open. Goed. Schouderbladen tegen elkaar. Handen omhoog. Pak ook goed de duim mee. Terug naar beneden. Want soms doet die niet mee. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en relax. De vingers brengen we naar ons toe. Goed spreiden. Achteruit hangen, vleunen. Zorg ervoor dat de polsen goed op de grond blijven. Wat we ook kunnen doen is liften en duwen. Liften en duwen. Nog 2. En de laatste. Goed. Draai rustig om. Spinnenpootjes maken. Probeer niet door te zakken. Ik hoop dat je het ziet. Misschien zo. Dus dit zijn geen spinnenpoten. Hè? Je gaat proberen om omhoog te blijven. Ziet je het verschil? Waarschijnlijk wel. Hè? Dus spinnenpoten. Duw. En je kunt kiezen. Of we gewoon hier blijven. Een beetje naar voren. En kleine cirkels maken goed. Kijken of het lukt. Achteruit is fijn. Mag geen pijn doen, hè? De andere kant uit. Blijf je vingers goed klauwen. Check dat je niet stiekem doorzakt. Okay.
Dan leggen we de rug van de hand op de grond. Hou je vingers opgespreid. En dan hier ook. Ik ben mijn gewicht op mijn hielen of na mijn hielen. Ik plooi mijn armen. En ik strek ze uit. Plooi mijn armen. Zo ga je push-up. Doet het te veel pijn? Zet gewoon minder gewicht op je pols aan. Rustig los en een beetje beweging inschudden. Goed. Ja, op handen en knieën. Dus goed, de handen altijd close, binnenvingers hoeven niet. Ellebogen te goed zetten, dus de binnenkant van de ellebogen die wijzen naar elkaar toe. Hier, maak een rechte rug. Breng één been omhoog. En ik zorg dat ik mijn buik goed opgespannen hou, mijn bil opgespannen. Mijn voet ga ik flexen en ik ga heel fel mijn bil opspannen en mijn hielen omhoog. Voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Strek je been uit. Part 10, hou de heup laag en breng je been zo hoog mogelijk. We gaan dat nooit hebben, die spieren. Span je buik goed op. Probeer het nog hoger te krijgen. Point. Hou. Voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En relax. Andere week. Dus buik opspannen. Voet flexen en op. 10, 9, 8, 6, 5, 4. 3, 2, 1, strek, point en leef zo hoog mogelijk. Je voelt het in de bil en de hamstring. Nog. Zoek je hoogste punt. En hou voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en relax. Goed. Ga op de rug liggen. Dus ik zorg dat ik met mijn vingers aan mijn hielen kan. Ik duw mijn bovenarmen heel stevig in de grond. Ik open mijn borst en ik lift omhoog. Ik duw op mijn hielen, ik duw op mijn tenen. Ik breng mijn heupen zo hoog mogelijk. Ik span alles op, dus ik heb geen holle rug. Hier, alles in. Kom zo hoog mogelijk en dan wandel ik mijn ellebogen onder mijn bovenlichaam. Lift mijn billen nog hoger en ik ga met mijn hand onder mijn voet. Dus dat doe ik op deze manier, waar ik een schotel draag eigenlijk. Dus ik zet altijd even mijn duim op mijn wijsvinger en dan zet ik mijn billen. Nu, het moeilijkste is de positie. Eigenlijk leg ik mijn hand hier op de zijkant van mijn bil. Ja. Waarom? Als ik die hier ga leggen, dan gaat mijn pols veel te fel een hoek maken en gaat het pijn doen. Dus als je zo meteen last hebt aan je pols, check dat je je hand goed opspant. Dus je mag gerust knijpen in jezelf. En check ook dat je vingers, snap je, dat ze niet hier staan. Maar dat je bil gewoon ervoor zorgt dat je hand dit doet. Want hier moet je natuurlijk veel meer stretch. En ik lig ook echt op mijn hand. Ik lig niet op mijn vingers. Dus hier, ik duw, lift. En ik wandel mijn ellebogen in. En ik pak mijn bil vast. Hier opzij. Ook eens met de andere. En dan kijk je eens, hoe voelt dat op je pols dan? Blijf alles opspannen, zodat je niet heel veel gewicht geeft. Snap je, kan ook alles loslaten en dan doet dat heel veel pijn. Maar ik hou alles opgespannen. En rustig los. Schudden los. Dus maar gewoon zodat je
polsen al eens kunnen wennen aan het gevoel. Hè? Nu, wat je soms ook ziet, is mensen die vanuit een kaars beginnen, maar dan pak je vaak de achterkant van de rug vast. Dus ook al begint je in een kaars, dat mag, dus nu niet echt een kaarskaars, hè, dit, maar zorg dat je altijd op de zijkant vastpakt. Dus, we gaan terug. Hoog. Ik wandel mijn ellebogen weer in. Omhoog. Span alles op. Klop eronder. Hier aan de zijkant. En dan ga ik eens kijken of ik mijn benen kan liften. Dus één been. Alles opspannen. Ander been. Hier kan ik dan terug herpositioneren. Dus ik maak een holle rug. Ik hou wel mijn buik goed opgespannen. Mijn borst is open. Voelt je hier te veel stretch in de pols? Kun je ook weer wat meer opzij gaan? Dan pak ik mijn handen sowieso meer opzij. Dan ga ik eens meer gewicht proberen te leggen. Dus die andere hand is nu los van mijn bil. Dan ga ik kijken, oké, lukt dat? Mijn knieën breng ik opzij. Doe dat ook aan de andere kant. Dus los. Twee schouders op de grond. Je mag deze arm ook uitstrekken als je dan veilig voelt. Ik hou mijn buik heel goed opgespannen en alles, zodat ik niet te zwaar ben met mijn handen. En dit is eigenlijk heel belangrijk, dat je voelt van, oké, die kanteling. Misschien straks deze kant laten zien. Dus, dit is recht. En hier ga ik zoveel mogelijk de andere kant uit. Dus ik geef mijn gewicht echt aan de ondersteunende hand. En hetzelfde aan de andere kant. Daarom is het belangrijk dat je je handen opzij zet en niet van achter. Dus ik zet ze echt hier op de vetjes, op het sappige stukje van je bil. Ik hoor al denken van ja, maar Lisbeth, dat is wel geen split, hè? Die komt nu. Dus als het lukt om in die positie te zijn met je benen dicht. Dus ofwel vanuit een kaars, dus ik breng mijn benen omhoog. Ik kijk nou wel tussen mijn benen, wandel mijn schouders in. En ik ga hier weer naar de zijkant. Dus ik ga hoogte zoeken en dan pas laat ik me vallen. Dan ga ik vooral mijn achterste been, dus hetgeen dat ik niet vast heb, dat gaat werken. Dus dat is het belangrijkste. Dat moet helemaal aan de grond. Hier naar de grond, naar de grond, naar de grond. Zie je, dan heb ik geen split, maar dan is dat ook een. En dan kan ik ook proberen om mijn andere been te strekken. Alles opspannen om een rechtere lijn te krijgen. En dan kan ik ook aan de andere kant doen. Dus ik doe mijn benen open. Ik wandel. En geef mijn gewicht aan de andere kant. En dan kun je kiezen. Je kunt nu ook hier ondersteunen. Dus hier. Hops, hier kantel ik zoveel mogelijk. En dat is. En nu weet je ook waarom ik het aan de andere kant laat zien. Dus wat moet je onthouden voor deze move? Sowieso de polsen. Het kan zijn dat ze een beetje pijn doen. Maar als ze te veel pijn doen, is dat waarschijnlijk omdat je vingers te veel doorbuigen. Dus probeer iets meer naar de buitenkant van je bil te wandelen. Een tweede ding dat ik vaak hoor is dat de ellebogen pijn doen. Nu, wat bij mij helpt is om ze dan iets meer naar elkaar toe te plaatsen, dus meer onder de rug, of net iets meer naar buiten en echt een millimeter kan daar het verschil maken. Als je je achterste been naar de grond brengt, hier, probeer ook echt te trekken. Snap je, als ik mijn been gewoon strek, is het hier. Maar ik wil natuurlijk die spier aan de achterkant van mijn been gebruiken om dat been mee te trekken.
de grond te krijgen. Vind je dat moeilijk, kun je ook plooien en dan met je teen richting de grond wijzen. Dan zijn je billen al heel veel aangespannen en dan kun je van daaruit nog strekken. Veel plezier!